naar de heer Glaudemans. Ook de heer Glaudemans heeft al eerder ingesproken over het onderwerp, dus ook aan hem het verzoek de inspreekreactie te beperken tot nieuwe aanvullende informatie. En de heer Glaudemans kennende heeft hij dat exact keurig voorbereid. Aan u het woord. Ik denk uw microfoon iets omhoog nu. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte gemeenteraad, vandaag is dan de dag dat het plan van aanpak huisvesting internationale werknemers van wethouder Hullig besproken gaat worden. Na vele maanden inspreken en vergaderen voor en namens de inwoners van Sluiskeel, eindelijk. Alleen wil ik graag de commissie op een aantal dingen wijzen die deels of niet in het plan staan, maar ook op het volgende. Op 22 april zat ik in de vergadering Dorpsraad Sluiskeel, waar ook de wethouder Hullig aanwezig was. De wethouder zei dat het plan die vandaag besproken wordt klaar is. Mooi, zei ik. Met meteen de vraag, kan de wethouder een handreiking aan de inwoners van Sluiskeel doen en tot die tijd van het bespreken van dit plan geen vergunning meer af te geven? Ja, was het antwoord van de wethouder. Tot die tijd geen afgifte van vergunningen. Mooi, dacht ik, met nadruk op, dacht ik. Tot ik een paar weken terug aangesproken werd dat er toch vergunning is afgegeven op 22 mei... Albert Polderstraat, 24 in Sluiskeel. Wethouder Hullig, ik ben een man, een woord, onwoord. U heeft tegenover de inwoners van Sluiskeel niet de waarheid gesproken. Dit schaadt het vertrouwen van de inwoners van Sluiskeel naar u, wethouder Hullig. En AUB, kom nu niet... Meneer Glaudemans, ik sta u niet toe om zo naar een van onze wethouders te spreken. En op deze manier een betoog te houden. Ik wil u vragen om informatie die de raad kan gebruiken in zijn afweging. Wat u nu doet is een aanval op een van onze collegeleden en daar sta ik u niet toe in deze raad. Oké, meneer de voorzitter, mag ik daarop reageren en dat het niet van mijn spreektijd afgaat, alsjeblieft? U hoeft daar voor mij niet op te reageren. Ik verzoek u... Nou, in mijn tekst, ik ben niet beledigend, niet grof, dat, in mijn inziens. Meneer, dat maakt in dit geval niet uit. Ik verzoek u uw betoog verder te zetten, zonder verwijzingen naar een van onze ambtenaren of collegeleden. Zo niet, dan beëindig ik uw betoog. En AUW komt nu niet met de aanvraag, liep al of is net ingediend. De vergunning is aangevraagd in november 2023. Daarbij heb ik tijdens dit gesprek een openlijke sollicitatie gedaan voor de functie van handhaver die openstaat bij de gemeente. Ik heb de wethouder onlangs via WhatsApp nog gevraagd en de tijdelijke stop is ook doorgevoerd zoals u beloofd heeft, waarop de wethouder kort antwoordde met ja. Ook ik word erop aangekeken, meneer de wethouder, en ik leid hierdoor gezichtsverlies. Dank u wel. Ik ga kijken of er een van de commissieleden aanvullende vragen heeft. Geen aanvullende vragen. Dan wil ik meneer Glaudemans danken voor uw inspreking en mag u op de tribune plaatsnemen.